De Oude Loopbrug, die de gebouwen van Times Mall, ook wel bekend als Kersten en Krasnapolsy met elkaar verbond, is gesloopt. Het verwijderen van de verbinding heeft te maken met het ombouwen van Hotel Krasnapolsky tot de Radisson Hotel Paramaribo, een 4-sterrenhotel. De nieuwsdienst verneemt dat het in de bedoeling ligt dat Radisson dit jaar nog geopend wordt. De belangrijkste sloopwerkzaamheden, het verwijderen van de 2 enorme steunbalken die de loopbrug vormden, zijn zaterdagavond afgerond. De Steenbakkerijstraat was vanaf 4 uur 's middags zaterdag afgesloten. Dit zorgde gisteren voor wat ongerief voor kerkgangers van de grote stadskerk.